Colleen Kotman tilt haar werk als interieurstylist naar een ander niveau. Een dieper niveau vooral. Daarom noemt men haar ook wel de interieurpsycholoog. Ja, zo word ik genoemd. Ik vind het zelf ook wel heel grappig, want ik ben natuurlijk geen psycholoog. Maar ik heb wel heel veel coaching ook vroeger in opleidingen gehad. En ja, dat is wat ik eigenlijk het belangrijkste vind. Ik ga hier als een soort stappenplan te werk als mensen binnenkomen. En de eerste stap is heel veel vragen stellen. En heel veel, ja, proberen mensen te doorgronden en een duidelijk beeld te krijgen van hoe mensen leven, wat belangrijk voor ze is. Zijn ze opgeruimd? Houden ze van slordigheid? Houden ze van strak? Materiaalkeuze? Hebben ze huisdieren? Nou ja, dat kun je zo ver trekken als je zelf wil. En dan krijg ik een goed beeld en dan kan ik mensen ook echt helpen. Colleen's bedrijf bestaat sinds 2009. Voor die tijd deed Colleen eerst heel ander werk. Nou, ik heb een hoop gedaan. Waaronder aerobiclessen, gymnastieklessen, columns geschreven. Van alles. En toen ben ik op een gegeven moment bij mijn broer gaan werken. Die had DAD, Digital Art Design. En dan liep ik mee en ik gaf natuurlijk mensen advies. En hij zegt, je hebt met name voor kleurgebruik heel veel aanleg. Hij zegt, nou, die bood me dus een vaste baan aan. En toen ben ik 10 jaar bedrijfsleider geweest in de winkel. En veel inrichtingen gedaan. Alleen ja, hij ging naar Italië. Dus het was afgelopen. En toen heb ik een paar jaar eigenlijk, ben ik zoekende geweest. En toen heb ik in wat meubelzaken gewerkt. En dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. En toen dacht ik... Wat vond je zo verschrikkelijk eraan dan? Bij de ene mocht ik geen advies geven. Dus mocht ik alleen maar een beetje rondlopen. Bij de ander mocht ik wel advies geven, maar wel gelijk orders schrijven. Ik mocht geen offerte maken, ik mocht er niet over nadenken. Ja, dat is niet mijn manier van werken. Dus 4 jaar geleden, toen had ik iets van, ik ga het zelf doen. En mijn man was daar, die viel bijna van zijn stoel. Van, heb je haar weer? Ja, ik vind het superleuk. Maar hij vond het eng? Nou, hij is van meer van zekerheid. En het is natuurlijk een hele onzekere tijd. En ik ben ook niet meer de jongste. Maar ik heb er geen spijt van. Het gaat heel goed. Interieurpsychologie blijkt vooral handig voor klanten met vaste verkering. Je hebt altijd met twee meningen te maken. En dat moet samen worden. De ene keer worden. Gaat dat beter, denk ik, dan de andere keer. Het kan natuurlijk ook vrij onverenigbaar zijn. Ja, ik heb toevallig pas het huis van mijn zoon gedaan. En mijn schoondochter. En die dachten van tevoren dat ze op één lijn zaten. Maar dat bleek niet helemaal. Die hadden toch best wel veel discussies. En hij kan heel eigenwijs zijn. En zij is een Friesin, dus die kan dat ook. Nou ja, en daar heb ik echt geprobeerd om te laten zien van, oké, je kan een houten tafel nemen. Maar zet daar een ander soort stoeltje bij, als je het strakker wil hebben. En dan ga je compromissen zoeken. Dus misschien zouden we kunnen kijken dat we die zwarte vaas daar neerzetten. En dat tafeltje aan deze kant. Of je zet daar een hele grote plant neer. Een hele prachtige palm. Iets heel wat de lucht in gaat. Zat jij erop te wachten, dat advies? Of dacht je, ik wil het zelf doen? Nou, ik dacht, we doen het gewoon zelf. Totdat je erachter komt dat het niet altijd even soepel loopt. Dus we hadden nog wel meningsverschilletjes achteraf. En toen dachten we, nou, misschien moeten we anders toch mijn moeder maar gaan vragen. Of die wat kan helpen. Maar noem eens een voorbeeld van een meningsverschil. Je komt in zo'n interieurwinkel. Nou ja, met de eetkamerstoelen. Ik had toch een ander gevoel van een eetkamerstoel dan Tjitske dat had. Ik vond het met metalen poten, vond ik er wel netjes uitzien. En zij vond het echt verschrikkelijk lelijk. Maar ja, en dan kom je erachter, als je dus 6 stoelen moet nemen, is ook niet goedkoop, dat het wel even een moeilijke keuze wordt. Ja. Want kijk, als iets 100 euro kost, dan zeg je dat mooi, dan prima. Ja. Maar als je 1000 of 2000 euro uit moet geven, ja, dan wil je toch dat je er heel blij mee bent. Jouw hart dan eigenlijk misschien minder bij interieur, maar meer bij het helpen van mensen en het kloppend maken. Ja. Ja, ik heb altijd door mijn hele leven lang eigenlijk, ben ik altijd wel bezig geweest met een of andere vorm van iemand iets leren of helpen. Ik had toevallig afgelopen weekend mensen en daar had ik een advies mee afgesproken. En toen belde zij van, ze zeggen, ja, het gaat niet door, want we hebben gewoon echt geen budget. Maar het waren hele leuke mensen. Dus ik zei, ja, kom gewoon. Weet je, ik wil jullie gewoon helpen. Want ze kwamen er niet uit. En
Nou ja, dat wordt natuurlijk ook heel erg gewaardeerd. Maar ik vind het ook leuk.